took it away. You gave me love, babe, gave me love, babe. You gave me love. Nou, ik heb helaas geen groot vaarbewijs, maar als ik er eentje had, joh, dan zou ik het wel weten, hoor. Leuk, man. Goedemiddag. Ga er even tussendoor. Ben jij ook mee? Hallo, ja, ik wil graag mee. Dat kan. Hi, Angelique. Hallo, ik ben Geres. Dag Geres. Hi. Mag ik in je stuurhut? Ja, je mag in mijn stuurhut. Cool. Ach, kijk nou, wat leuk. Ja. Dat is jouw domein. Dat is mijn domein. Geres, je bent de kapitein van de veerpont. Ik ben de kapitein van de veerpont. Maar er moeten er meer komen, begreep ik. Ja, jammer genoeg wel. Tenminste, jammer genoeg wel. Er zijn te weinig kapiteins, want ja, we zijn inmiddels een beetje allemaal ouder aan het worden. Ja. Er kan van alles gebeuren. Ik heb vroeger 3 dagen per week gevaren. En nu doe ik het maar 1 dag. En zo gaat het allemaal steeds minder. En hoe oud ben je dan? Ik ben pas 81, dus niet zover. Maar is dit vrijwilligerswerk dan? Het is allemaal vrijwilligerswerk, ja. Dat is juist het punt. Ze hebben hier sowieso al mensen nodig met een groot vaarbewijs. Daar begint het mee. Ja. Dus een groot vaarbewijs of een rijpatent. Ik heb ze dan toevallig allebei. Ja. Maar mijn groot vaarbewijs mag hier varen, maar ik bedoel, diegenen die jonger zijn en die hebben een groot vaarbewijs of een rijpatent, ja, die gaan natuurlijk op een binnenschip varen. Nee, die gaan niet op een veerpontje varen. Die gaan niet op een veerpontje varen waar het vrijwilligerswerk is. Nee. Dat doen ze. Dus je moet eigenlijk een oude schipper hebben. Allemaal oud schippers. Ja. Goedemiddag. Nou, welkom aan boord. Ja. Volgens mij waren jullie vanochtend ook al. Ja, toen was het ietsje frisser. Ja. We zijn nu een stukje warmer. Ondertussen zijn er klanten, hè? Dus moet dan mag ik weg. Ja, toch? Ja, dat zie ik wel. Mag ik hier staan? Ja, dan op. Sta ik in de weg. Gaan we weer verder. Dan gaan we eerst achteruit. Komt hij daar een mega schip aan? Ja, dat is ook wel in de gaten. Ik zal er niet tegenaan varen. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. En hoe lang vaar je al? Ik vanaf mijn 13e, dus duurt al een paar jaar. Ja. Maar ik heb altijd op de binnenvaart gezeten. Leuk zeg. Zwemvest aan. Golven. Maar je had nog niet genoeg van het water. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Dus ja, nou, zolang als het mag, dan doe ik dat, hè. Maar je bent 81. Ja. Ga je niet met pensioen? Moet je hard oproepen, allemaal. Nee, maar op een gegeven moment wil je toch met, weet ik veel, met de fut? Ik ben toch met de fut? Ja. Ja, maar dit is nou mijn ontspanning, anders heb ik er niks aan. Kijk, dan gaan we toch net missen, ook toevallig, hè. Hè, gelukkig. Mevrouw Angelique, ga, ja. Doe je best. Meneer Geres. Nou, mag je een beetje harder zetten? Hoe gaat dat? Pas naar beneden. Ja? Nou, hou je vast, hè. Ja! Oh, er komt een boot aan! Oh jee, ja, een beetje links. Oh, ja. Oh, je mag het best overnemen hoor, anders nee, hoor. Nee, nee, als je bang wordt, dan doe ik het niet te ver, niet te ver. Neem je rechts weer. Ga makkelijk voor langs. Moeten jullie al spugen? Gaat goed. Oh, leuk! Je hebt kennis ervan. Superleuk! Ik hoef niks meer te zeggen. Nee, maar dus we zwabberen. We hoeven niet meer te zoeken, we hebben er al heen. Kijk nou, ik ga recht op die boot af. Nou, een beetje. Sorry! Sorry. Je hebt vrijwilligers gezocht. Kapiteins met... Eentje minder. Ja, eentje minder. En ze, maar wat zei je nou? Ze moeten een groot vaarbewijs hebben. En wat moeten ze nog meer hebben? Groot vaarbewijs minimaal. Hè? En dan gewoon ja, toch goed met mensen om kunnen gaan. Vind ik toch ook wel belangrijk. Ja. Als je een beetje oudere mensen aan boord krijgt met elektrische fietsen. Nou, help je even met de fiets wegzetten. Nou, moet je nou horen? Beetje rechts, beetje rechts. Als je oudere mensen aan boord krijgt, gaat het goed? Gaat het goed? Ja, net. Hoor je niks nog? Nee, dus het valt wel mee. Nou, iets links weer. Maar die knip, ga ik die niet rammen nu? Nee, nog niet. Nog niet?
Fijne dag. Dus hoe lang doe je dit al? Ik doe dit voor het eerste seizoen. Ik heb me vorig jaar aangemeld. En ik ben dit seizoen begonnen. En ja, het is een fantastisch... Even goed weer erbij. Ja, 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 maar ook als het minder mooi weer is, het is gewoon altijd leuk. Maar je knipt de kaartjes? Ik knip de kaartjes. Ja, ja, ik verkoop de kaartjes, ik knip de kaartjes. En als, met name als er veel wind is, dan assisteer ik bij het aanleggen. En dan gaat het een beetje goed? Kunnen jullie een beetje goed samen? Nou, ja, kunnen wij dat? We hebben allebei al blauwe ogen, maar blauwe worden ze. Zo is het wel, ja. Maar hoe gaat heel goed. Weten jullie dat dit vrijwilligerswerk is? Zeker. Wist je dat? Nee? Hebben jullie, zoeken jullie nog een vrijwilligersbaantje toevallig? Ik zou wel bellen, maar helaas. Gaat niet lukken. Gaat niet lukken, nu nog niet. Nee, als je wat ouder bent. Ja. Vind ik wel wat voor jullie. Vrijwilliger worden op een pontje en dan een beetje lekker varen, zo heen en weer. Lijkt me heerlijk. Maar? Ja, je moet geld verdienen. Vrouw, kinderen, ja. Fiets. Ja, kost allemaal geld. Zonnebrand. Ja. Oh, wat is varen toch lekker, hè? Als je nou je grote vaarbewijs hebt, meld je dan aan. Superleuk.